Bijzonder is dat het de vijfde keer is. Dus de vijfde keer Passie van de Langstraat. Langstraat TV. Nou, die gaan eigenlijk heel goed. Het is wel heel spannend nu, want het is de week van tevoren en dan komt alles samen. Dus komt de band erbij, er is een kindercast, er komen figuranten komen erbij. Je hebt de volgelingen, de solisten, vertellers en dat moet dan allemaal zo in elkaar gaan schuiven. En dat is altijd wel een beetje een stressvol gebeuren, maar dat komt sowieso goed. Ja, juist omdat je het in elkaar hebt, je gaat het nu echt doen en alles komt erbij. Dus dat is even zoeken in het begin, maar meestal ja, dan valt het ook gelijk en dan heb je beeld erbij, wanneer we op moeten onder andere ook. Nu leer je het een beetje los in die andere repetities en nu is het gewoon, oh ja, ik begin me ook een beetje te linken. Zij zijn eigenlijk een vertellersduo. Ja. Dit jaar, vorig jaar was het geen duo, nee. Maar nu zijn we een duo. Dus wij komen steeds zo tussen het verhaal door en dan vertellen we eigenlijk het verhaal verder. En dan kan het publiek vervolgens weer zien hoe het verder gaat. Ja, wij zijn eigenlijk de rode draad in het verhaal. Dus wij brengen eigenlijk het actuele stuk. En we verwijzen een beetje naar de scènes. En die linken we dan elkaar. Dus de actualiteit met de scènes. Nou, we hebben natuurlijk vorig jaar met de politiek gebeurde heel veel. Dus dat was voor mij wel, ik heb het verhaal geschreven, was ideaal, want ik kon daar heel veel informatie uithalen. Later moest ik weer bijschaven, omdat het ook weer heel snel veranderde. Waar het kabinet eerst viel, was dat nieuws. Maar later de uitslag van die ook best wel impact heeft gemaakt. Dus dat wordt meegenomen. En onlangs het overlijden van Navalny heb ik nog toegevoegd, omdat dat weer een mooi linkje was met Maria, die eigenlijk haar zoon Jezus gaf ook het tegengeluid en toen zag ik die beelden van de moeder van Navalny die eigenlijk haar zoon wilde zien, eigenlijk nadat hij overleden was en daar heel erg voor moest strijden. En Navalny bracht natuurlijk ook het tegengeluid. Dus dat is een beetje de actualiteiten van nu, echt van nu, versus het leidersverhaal. Bijzonder is dat het de vijfde keer is, dus de vijfde keer Passie van de Langstraat. En dat betekent dus ook dat er iets speciaals moest gebeuren. En dat is eigenlijk dat er twee keer opgevoerd. Dus voorheen werd het één keer opgevoerd en nu wordt het twee keer opgevoerd. Zaterdag. Avond om 8:30 gaan we dan beginnen. Dus de zalen gaan om 7:45 open, of de zalen, één zaal, maar die is heel groot, dus het voelt als zalen. En de zondagmiddag, een zondagmiddag matinee, dus dat is om 2:30 's middags. En dan gaat de zaal om 2:45 open.